Jij verdedigt de Belgische eer. Dat kan ik al zeggen. Oh, ja. Kom aan, Ian. Maar wacht. Wow. Springen, springen, je staat in brand. Springen. Ik kan niks doen. Ik ben helemaal... Dit was echt niet voorzien, omdat ik weet dat jij een top gamer bent. Dit was, je bent weggeblazen. Deze is niet mijn... Maar je hebt toch niet expres laten... Je hebt toch geduurd op de bakjes? Ik zweer het u. Deze was ver boven mijn level. Ik was ook sterk in mijn categorie. Nu moet ik zeggen, lieve Ian, er was iets speciaals aan je tegenstrever. Enig idee wat? Dat is de wereldkampioen. Dat was de wereldkampioen, ja. Dat is het enige dat je kan bedenken. Je speelde zo slecht dat het leek alsof je tegen een wereldkampioen speelde. En nu is dat echt zo iemand gewoon... Dat is de bom af. Ik ga het nog niet verklappen. Tienjarigen of zo. Tienjarigen, ik ga het nog niet verklappen. Jullie komen meteen te weten wie Ian net op zijn doos heeft gegeven. Maar ik kan al zeggen, het is geen gewone. Tot zo! Voor de mensen die nu pas ingezapt zijn, Ian is daarnet tot op het bot vernederd in een spelletje Street Fighter. Ian, jij mag terug in de Street Fighter zetel gaan zitten. Ik weet niet of ik dat nog wil, na die vernedering. Wie het niet heeft gezien thuis, misschien kunnen jullie nog eens beschrijven hoe hij op zijn doos heeft gekregen. Ja, allee, ik wil het nu niet met een al te pakkende metafoor zeggen, maar dat ik hier gewoon eens in een bek gescheten was nog minder gênant geweest. Ian, jij hebt zo pas gespeeld tegen Sven van de Wegen. Daar sta je van te kijken, uiteraard. Deze man is een professioneel e-sports atleet. Ja, voilà. Maar wat is er zo speciaal aan Sven van de Wegen? Hij heeft geen armen. Dat zou moeilijk zijn, maar het zou kunnen. Ian, wat denk je? Geen idee. Sven, nee, dat is geen 13-jarige naam. Nee? Sorry. Nee, dat is een super oude naam. Sven is blind. Oh, ja. Hoe hij ondanks zijn visuele beperking toch kan gamen, zal hij jullie zelf vertellen. Huh? Want Sven is hier in de studio. Goedenavond, Sven. Hallo. Hallo. Hey, ik ben Ian. Hey. Goed gespeeld. Dank u. Ik ga kat en kat noemen. Sven, jij moet door het leven met een gruwelijke handicap. Je bent een Hollander. Nu, jij hebt onze lieve vriend... Ik ben een halve Hollander. Nu, de vraag die op ieders lippen brandt is, hoe doe jij dat? Ja, hoe doe je het niet? Nee, ik speel dit spel puur op geluid. Dus ik luister naar wat er gebeurt in het spel en daar reageer ik op. Wauw. Oh ja. Want ik kan helemaal niks zien. Het is echt indrukwekkend, maar ik wil het even testen, zodat de kijker het ook kan zien. Dus Ian, zou jij heel rustig willen beginnen, eens een beweging maken en dan vraag ik aan Sven wat je precies doet. Is dat goed, Sven? Ja, laten we doen. Oké, okay. Ian? Ik ga nog eens vragen. Ian, wil jij een beweging maken in het spelletje Street Fighter? Oké, dus Ian, voor alle duidelijkheid, zet Ken maar aan. Jij speelt met Ken? Nee, ik speel met Rashid. Oké, jij bent Rashid. Yes. Wil je heel even in het spel gaan en gewoon nog niet aanvallen, maar een beweging doen? Ja, Sven is volledig blind, voor alle duidelijkheid. Je dasht nu naar achter. Ja. Nu rende je naar voren. Nu dash je weer naar achter. Nu ren je naar voren. Nu... Ian, doe eens een slag of een stoot. Volgens mij was het een medium kick wat hij deed. Heel juist. Amai. Ian, dus Sven, op basis van die geluiden ga jij ingrijpen. Ja. Ja. Nu, we weten allemaal, we hebben het gezien. Street Fighter is een razendsnel spel. Ik stel nu voor dat Ian volle petrol Sven aanvalt. Okay. Succes, beide heren. Ian, tot morgen. Oké. Oh, damn. Ja, karapa!
Dank je wel. Dat is zot. Oké. Maar Jens? Ongelooflijk. Maar ik heb wel een vraag. Maar hoe studeer je dat dan in? Dus iemand heeft u ooit alle geluidjes overlopen met jou en dan gezegd van dit, ja. nu doet hij dit. Want dat vraag ik me af. Hoe studeer je dat in? Zelf geleerd. Ja. Ja. Dus zelf gewoon het spel gekocht. Geluisterd naar wat er gebeurt. En proberen daarop te reageren. En op het moment dat ik twijfel, dan heb ik gevraagd aan iemand wat gebeurt daar. En dan zeggen ze, nou, met dat geluid springen ze op je af met een schop. En dan moet je dat en dat doen. Oké, nou, dan ga je dat trainen. En heb je het spel ooit gezien? Nee. Nee. Ik heb wel gegamed toen ik nog kon zien. Ja. Maar toen ik 6 was, werd ik helaas blind. En toen dacht ik eerst van, nou, gamen, dat lukt niet meer. En nou ja, gelukkig hebben jullie net gezien dat het wel kan. Ja, man. Ja. Ja. Speelt je nog andere spelletjes als dit ook? Of is het altijd Street Fighter? Nee, ik speel ook andere spellen, maar niet op, op professioneel niveau. Dat is gewoon voor de fun thuis en voor de gezelligheid. En voor de fun thuis, heb je nog mensen die met u willen spelen dan? Ze worden wel steeds moeilijker te vinden. Zeg Sven, en, ik kan me voorstellen misschien dat jouw handicap ook een voordeel kan zijn, of is dat niet juist? Nou ja, ik bespaar wel elektriciteit thuis. Oké. Zo kan je het ook bekijken. Je bent een e-sporter. Hoe lang train je? Is het iets dat je echt dagenlang traint om beter en beter te worden? Ja, ik train wel een aantal uur per dag. Dat moet ook, want je moet op een gegeven moment moet je die, wat ze noemen muscle memory, moet je gewoon krijgen. Ja. Dat je gewoon blindelings je combo's doet. Ja, en kan je er eigenlijk van leven? Brengt het geld op? Want ik neem aan dat je de enige ter wereld bent die blind kan gamen. Of vergis ik mij? Ja, ik ken geen andere blinden die dit op dit niveau spelen. En, aan mij? Ja, helaas moet ik nog wel een baan erbij hebben. Dus voor het gamen ben ik eigenlijk nog op zoek naar een sponsor die mij wil ondersteunen voor mijn toernooien en andere evenementen. Ja, oké, dus sponsors thuis in de zetel. Dit was extreem indrukwekkend. Als jullie denken, ik wil Sven steunen in zijn sport, want het is topsport, het is heerlijk wat hij doet. Bel ons, we zullen nu met plezier Sven zijn gegevens geven. Hartelijk bedankt, Sven, en tot in de virtuele wereld. Tijd voor een andere spielerij.